Zaterdag 1 april vond de open dag van dierenopvangcentrum Spijkenisse plaats. Bezoekers kregen een kijkje achter de schermen bij de opvang en er werd informatie gedeeld over de opvang van de dieren. Dat ze daar zo op zijn gekomen, zeg maar. Ja. Dat ze misschien nog... Daarnaast waren er ook een springkussen, loterij en diverse kraampjes aanwezig tijdens de open dag. De medewerkers van het dierenopvangcentrum kijken terug op een geslaagde dag. Meer informatie over het dierenopvangcentrum in Spijkenisse vind je op dierenbescherming.nl.